Vliegt. Ja, oh, tegen een boom geknald. Prio 1, ongeval op de snelweg. Er zijn geen eenheden meer. En een takelwagen. Audi A6, ladens er voorbij, wij zijn een leidend voertuig. Vanaf nu. Prio 1, richting een assistentiecollega. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders Beautiful Amor. Vandaag zitten we in de Skoda Unmarked. Zit je nou achterin? Oh, je zit achterin, dan kunnen we niet door. Ik ben onopvallend, soort van. Ik zal even uitstappen. Mijn collega is opvallend, ja, omdat ik geen onopvallend uniform zoals ik dat heb voor mijn collega heb. Dit is de Skoda. Waarom hebben we een collega meegenomen? Nou, omdat ik dat natuurlijk wel vaker doe. Je gaat nou gewoon een schot monde jus bij mij voorin stappen, hè vriend? Daar zo. Kijk eens, daar. Goed zo, jongen. Of kan dat niet, of zo? Jawel, dat dacht ik toch. Specifiek heb ik een collega erbij gepakt, omdat ik wist dat ik anders voor commentaar ging krijgen. Want kijk, als je blauw aanzet, heb je aan beide kantjes een pitje die erop komt. Dus, laatst had ik een keer, of laatst, heel lang geleden, had ik een keer... met solo op dat ding. Toen kreeg ik alleen maar commentaar van ja, maar dat klopt niet en dat kan, het kan ook niet tot ik aan de andere kant, als ik links zit, tot ik rechts een pitje erop kan zetten. Maar goed, ook kreeg ik toen commentaar van die auto bestaat helemaal niet en zo. Nou, nu even een beeld alsjeblieft, fijne dag. Voor de rest geen bijzonderheden voor deze dienst. We zijn ingemeld, onopvallend, soort van, nou ja, onopvallend. Niemand zal een Skoda Octavia RS denken dat het een politieauto is. Dus heeft ze zijn voordelen, heeft ze zijn nadelen. We gaan het zien deze dienst. Het wordt avond, nacht. We zien wel waar we eindigen. Oh, dat scheelde weinig. Dit is trouwens ook de eerste video die jullie zien met het EEP menu. Of ja. Ja, dankjewel jongen, jongen, jongen. Niet de eerste. Wel de tweede, maar de eerste sinds dat ik weer. Sinds dat ik het had aangegeven. Die gaat vandoor. Dat dacht ik al. Oh, zee uit de volging. Rode sportwagen. Deed een burn-out. Ik ging er vervolgens vandoor, dat is druk. We hadden rekening met overig verkeer. Vliegt, ja, oh, tegen een boom geknald. Meerdere malen over de kop, rijdt gewoon verder. Eén netje erbij. Mijn kut. Mijn collega blijft praten. Overstappen, toetsenbord, uitstap. Nee, oké. Okay. Zo'n strafbaar feit heeft hij nou ook al niet gepleegd of we de vuurwapens erbij moeten pakken. Oh, dat was wat moeilijker sturen dan ik dacht. Pitje aangevraagd, dat betekent dat als we ernaast gaan rijden en klem zetten tot hij zich ook overgeeft dan. Ik kan moeilijk, dit kan niet. Oh, sorry. Ja. Hij pit ons. We gaan over op 5 km per uur of zo. Ik denk dat ze een
voertuig blokkeert, zijn wielen blokkeren. Ja, dankjewel collega's, dat hielp echt. Uitstappen, hier komen, godmonde jukes. Dit slagen drie kan ergens op. En staan blijven, je bent aangehouden. Je gaat op je knieën. Hallo. Niet antwoordverplicht, recht om advocaat kun je niet krijgen. Veroorloven krijgt dat niet toegewezen. Voertuig wordt in beslag genomen. Door die takelwagen daar recht voor mij. En wij gaan onze schade eens bekijken. Hij is echt snel, die Skoda. In het echt. En in de... In GTA. Oh ja, lekker. Kunnen we weer fixen. In het echt ook zwart. Ja, jullie hebben de foto inmiddels gezien. Hè. We hebben stop. Politie. Naast me kan zitten. Oh. Nou, weet je wat, laat maar. Jullie snappen dat als hij bij mijn auto zit, dat dat een... Dan stap je nu wel naar bij me. Naast me. Goed zo. Ja, rij maar. Dat. Nou, weet je wat, hij staat daar best goed. Hallo. Hey. Waarom de burn-out? Gewoon mijn voertuig aan het testen. Nee, dat is goed. Je maakt hem alleen maar kapot. Ik wil een rijbewijs zien. Ik krijg er mijn keuring voor. Ja, daar ga ik er niet over in discussie, oké. Okay. Burn-out was geen ding, hè? Dus dan wordt het. Roekeloos rijgedrag. Ik schrijf hem uit, dan kunnen jullie weg vervolgen. Fijn dag verder. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. We have a traffic alert. Aan de kant. Little Soul. Rijdt alsjeblieft prio 1. Prio 1, ongeval op de snelweg. Ambulance zou ter plaatse zijn, meer info onbekend. Het is hier links. Brandweer ook ter plaatse, politie ook wel ter plaatse. Hallo. Oké, dat kan niet echt, maar goed. Ai,
Ambu gaat het, het ziet er niet goed uit, hij wil het overleven, maar hij moet nu echt, hij zal het overleven, maar nu echt naar het ziekenhuis. Oké. Oh. Hallo mevrouw, wat is gebeurd? Ja, ja, oké. Ik zal het even kort samenvatten, ik heb de melding al een paar keer gehad. De persoon op de motor, die reed hier gewoon. Mevrouw in het busje, die zei van, ja, mijn remmen, ik heb hem gisteren gekocht, mijn remmen doen het opeens, of mijn remmen zijn niet meer gefixt, dus het lijkt erop dat er iets mee is gedaan. Of mijn remmen deden het niet meer, het lijkt erop dat er iets mee is geknoeid. Nou, ze heeft hem bij LS Supercars gekocht, dus daar gaan we even een kijkje nemen en een beetje vragen stellen. Hallo politie. Hij lijkt er niet over de indruk, onder de indruk. Dus we gaan even binnenkijken, we gaan even zoeken naar iets wat lijkt op wat zijn remmen kan manipuleren. Wat iemands remmen kan manipuleren. Dat ligt daar zo, recht voor mij, daar. Dus die pakken we even en dan gaan we naar buiten, gaan we hem aanhouden omdat hij omdat hier toch zo'n ding ligt wat sowieso niet mag. Dus ja, we gaan het horen van hem. Hoi, kom even naar uitstappen. Wou ik ze, daar werd hij ook geschoten. Oké, ser-tervolging. Strafbare feit, negeer ordelijk bevel, of weet dat, aanrijden van een agent. Agent maakt het goed. En poging doodslag, dat komt er ook bij de aanrijding agent, maar ook bij die vrouw. Uitstappen, staan blijven. Ik ben aangehouden, maar niet de antwoord verplicht. Ga mee naar bureau. Er gaat een transportje voor deze beste meneer. En een takelwagen. Ja, we gaan meteen een kijkje nemen hoor. Hij rijdt vooruit. Verdachte opgepikt, voertuig in beslag genomen, wij hebben een achtervolging. Die is gemeld. Maar we zijn hem ook kwijt. Hier zou iemand onder invloed hebben gereden, misschien dat het hem hier was recht voor mij. Anders zou ik het eigenlijk niet weten. Hij lijkt me niet onder invloed. Dus we waren niet op tijd. Wij zijn weer inzetbaar. 12-01. Het is heel moeilijk daar te komen. Nou, we gaan eens kijken. Rijdt hij hier? Ah, rijdt hier. Ah, oh, sorry Volvo. We have a suspect visiting us in Pillbox Hill.
Uitstappen. Oh, C. De verdachte rijdt een motor aan. Het draait weer om. Audi A6 zit erachter. Wordt bij deze leidend voertuig. Mogelijk de 1202. Audi A6 laden ze voorbij. Wij zijn een leidend voertuig. Vanaf nu. Hoge snelheden. Groen licht, niet heel druk. Strafbaar feit, stelen van een politievoertuig. Touran 2016, kenteken NN 548. 458. Ja, S. Simon. Zulu vliegt mij over. Is een vraag. Ik zag iets in de lucht. Toch niet. Hier kom jij. Goed zo. Ben aangehouden, bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Of ja, wordt je getased. En mijn collega's zullen schieten. Goed. Puikwerk collega's. OC, ga een transportje. Voor ons dienstvoertuig. Yes, I am sure. Ik ga even hier, vriend. Dingen bij die je niet bij mag hebben. Oké. Oké, ja, duidelijk. Hij heeft een dradenknipper, dus hij heeft misschien draadjes van de Touran doorgeknipt, zodat hij kon gebruik maken van het voertuig, weet ik het. En een mes of zoiets, en nog iets. Pitjes in en door. Dispatch calling unit 6, Paul 20. We've got... Eén collega vraagt om een assistentie. Assistance required, respond code 3. Dat is verhoord. 6, Paul 20 is responding code 3. Assistance required. Proceed with caution. Prio 1 richting een assistentiecollega. We zullen moeten gaan draaien op de snelweg, anders gaat er te veel tijd verloren. Hier is clear, 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 achter de takel, takel terug wil ik zeggen, taco truck, ja, clear. Het is niet helemaal realistisch natuurlijk, het zou in het echt misschien wel moeten kunnen, ja, ik geloof dat er wel stukken zijn waar het kan op de snelweg in Nederland, voor de, in Brabant heel veel zie ik, denk ik. Ja, daar reageert het verkeer natuurlijk ook niet zo hoe ze hier reageren. Even met een klein tikje de persoon. Au, au, OC, een eitje erbij. Taser! Een collega vraagt om een assistentie. OC, taser en Z-personen viel ons aan. Wij een beetje gewond, toch voor de helft van ons leven eraf. 1202 OC, we komen eraan. Dat betekent ja, toch wel wat klapjes gehad. Instappen. We staan hier niet heel veilig, daarom gaan wij weg, de ambulance, collega's die liepen er vandoor, normaal zullen die natuurlijk rijden. Dus wij gaan nu richting dichtstbijzijnde, hoe heet dat ding, dichtstbijzijnde gevangenis. En dan
gaan wij daar nog even een ambietje vragen achteraf om de dienst mij nog even op te knappen. We gaan even met blauw, hij verzet zich hij heeft zich verzet voordat hij rare fratsen gaat uithalen hier achterin onze Skoda. Hebben we hem beter even wat sneller richting bureau gebracht. Dat is hier. Binnen doorpakken, Volvo heeft mij gezien. Heel goed Volvo. Rechts vrij, links vrij. Dit is ook een mooie tijd om te stoppen, want ik denk dat mijn game dit allemaal niet zo heel leuk vindt. Moet mij komen, maat. Zo. 12-01, dat zijn allemaal meldingen voor de ochtenddienst, voor de vroege dienst. Hier in de hoek zitten. Ik ga je fouilleren, heb je dingen bij die je bij mag hebben. Oké, een vuurwapen. Hadden we misschien wat eerder moeten fouilleren. Mijn fout. Ja, dit vindt mijn game helemaal niet leuk. Een onzichtbare cel. Alsjeblieft, kijk eens aan. Mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik ga misschien iets aan mijn kapsel veranderen. Maar dat zien jullie binnenkort. Ik zal het nu zo meteen na de opnames even uitproberen. Maar dan zien jullie het wel of niet. Ik zou zeggen tot over 2 dagen. Kijk eens aan hoe mooi. En wat komt er online? Ik heb niks in de planning staan. Dus jullie zien het dan wel. Doei.